Big Final doen ze bij die 38 jaar plus. En dat mag je misschien wel met recht een Big Final noemen. Want we gaan natuurlijk kijken naar de man die technisch misschien wel onder het eerste stuk kan. En dat is dan Alexander Fianke. En hij krijgt aan Wim Dijk met zich mee. Door Chris Gelom zat er volgens mij heel goed bij. En Edwin Bos vanaf de buitenkant daar met Arjan Schepers. En we hebben de eerste 4-5 gehad. Maar Hidde Postema zit er ook nog bij op positie nummer 6 natuurlijk. We gaan kijken naar Fianke. Wat kan Wim Dijk erop wat hij gaat doen? Kan hij nog dat gaatje van een meter of 4-5 niet in gaan rijden? Nee, zeker niet hoor. Hij verliest nog een half metertje daar op de technische derde stop. En dat betekent dat Fianke in de finale van die 38 jaar en ouder gaat winnen. Dat Wim Dijk hier tweede gaat worden. Arjan Schepers op 3. Of kan hij nog een aantal doen? Dat lukt hem net niet meer. Edwin Bos op 4. Chris Gelen op 5. En Hidde Postema met een gaatje erachter op positie.